Ik heb vandaag gewerkt op een karwei waar het ook nog regende, af en toe. Dus ik had een plastic klaargelegd, oranje plastic, mijn kist er gezet. En ik denk, als het gaat regenen, dan doe ik gauw dat plastic eroverheen. En dan lukt dat meestal wel. Maar vandaag is het toch een hevige regenbui kortstondig in mijn kist terechtgekomen. En dat roesten, dat gaat heel snel. En nou zie ik hier nog kleine plasjes. En ja, wat doen we daarmee? Je moet er stuk voor stuk die gereedschap eruit halen met een doekje. En dan heb je dat nog niet opgedroogd. Dan kan de roest toch nog weer toeslaan. Dus ik dacht, ik neem de föhn. Ik neem de haarföhn. Ik had er ook nog eentje die heel sterk was, maar die kan ik even niet terugvinden. Die moet ik... Dat zijn van die stukken gereedschap die ik maar heel af en toe gebruik. En dan, ja. Dus ik denk, nou, ik pak mijn föhn. Dus als ik nou nog eens op karwei ga en het is kans op regen, neem ik ook mijn föhn mee. Het water wat je erop kan laten staan, gaat roesten. En die kisten zijn van plastic. Die kisten van plastic, ga je het gewoon laten staan, dan blijft dat natuurlijk doorroesten. Want ijzer roest ook onder water. Ik vind het wel een voordeel hebben, zo'n haardroger. Want dan kan je tenminste met je handen erbij, kan je spullen eruit halen. En als je zo'n professionele heater hebt, of een heater, hoe noem je dat? En nou, die zijn vaak te heet, dan kan je je handen mee verbranden. Die nijptangetjes die zijn het ergste, hè? Als je een grote nijptang hebt. Kijk, zo'n hamer of die verroest is tot daar aan toe. Maar heb je een nijptang, nou, dan krijg je hem straks helemaal niet meer heen en weer. Dus de volgende keer als het gaat regenen, met de föhn.